Waar laat je zoiets? Meestal doe ik het in mijn tas, maar... Hallo, het is vrijdag. Oh my god. En ik zie eruit om zo'n ringetje te halen. Ik ga eventjes klaarmaken gauw. En dan gaan we lekker drankjes doen. Lekker. Ja. Heb je zin in Indo? Ja. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Gisteren ben ik eventjes naar het terras geweest. Vandaag ga ik even naar de stad met mam. Om de laatste dingetjes voor vakantie te kopen. Want ik ga volgende week op vakantie naar Indonesië. En verder heb ik een afscheidsfeestje van Kim. Kim hebben jullie vast al gezien in mijn vorige vlog. Van Defcon bijvoorbeeld. Dus voor de eerste keer meeging. En ik ga die meisje echt zo missen. Maar vanavond zijn we dus met z'n allen nog bij elkaar. En gaan we dus haar afscheid. Oh ja, en haar verjaardag vieren. En morgen ga ik lekker lunchen met mijn zusjes. Dus dat is een beetje mijn weekend. En ik ga jullie weer meenemen. Ik blijf ook de hele week met papa en mama, zodat ik rustig mijn spullen kan pakken. En gewoon mijn ding even kan doen. Mijn lijstjes goed af kan werken. Zodat ik niet tussen twee plaatsen hoef te switchen. Stel ik mocht iets vergeten, dan kan ik natuurlijk nog altijd terug. En ik ga zo even de laatste dingetjes halen. Weet je nog dat ik hier heb gefilmd? Ja. Zo, we zijn weer thuis van de stad. En ik wil jullie even laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Als eerste deze zonnebril van Zara. Aangezien mijn zonnebril gisteren donderdag gejat bij de Happy Italy, want ik was even eten halen. Toen heeft iemand hem blijkbaar dus meegenomen in de tussentijd. Helaas, ik hoop dat diegene er heel veel plezier van heeft. Maar nou heb ik deze dus. Ik had eigenlijk echt niet verwacht dat ik nog een zonnebril zou vinden, een goede. Aangezien het nou herfst winterseizoen wordt. Volgens mij ben ik bij Kiko geweest. En daar heb ik deze nagellak gehaald. Dit is bijna de kleur, dezelfde kleur als die ik nu op heb. Ik moet maandag gelukkig terug om mijn nagels te laten doen, want het ziet er echt niet uit. Ze zijn helemaal uitgegroeid. Maar ik dacht, dat doe ik lekker voordat ik op vakantie ga. En dan heb ik op vakantie mooie en deze ligt er al bijna af. Dus, volgens mij ben ik naar de Kruidvat geweest. Heb ik allemaal reis dingetjes gehaald. Bijvoorbeeld deze zakjes tegen uitdroging, ibuprofen en rijsttabletten. Oh ja, en dextro. Altijd handig. Toen ben ik naar Douglas geweest en heb ik Touché Eclat gehaald van Yves Saint Laurent. Dit is een soort concealer, alleen dan echt gewoon magisch. Dit is de tweede die ik al heb. Je kan er echt super lang mee doen en is best wel prijzig. Maar het is zo'n pen en daar kan je heel je wallen en alles mee wegwerken. En toen heb ik ook nog een maskertje gehaald van Starskin. Deze zie ik altijd bij Monica Geuze op de vlog voorbij komen. En aangezien wij een vliegreis van ongeveer 16 à 19 uur gaan maken, leek het me wel verstandig om een maskertje te halen, omdat je huid in de lucht altijd heel erg uitdroogt. Dus toen werd deze me aangeraden. Het is de Hydrating Biocellulose Second Skin Face Mask. En hij is dus van Starskin. Dus ik ga die proberen. En zodra ik hem heb getest, dan laat ik het ook meteen weten in de vlog. En dat zal dan in Indonesië zijn. Even in de auto wachten met mijn boef. Boef! Kijk eens, hier. Wachten tot mama frietjes heeft gehaald. En dan gaan we lekker eten bij opa. We zijn weer thuis. We zijn net even bij mijn opa geweest. En die komt uit Indonesië. Wat heel erg leuk is. En hij had nog wat geld liggen van zijn laatste vakantie. Dat heb je dus meegekregen. En het lijkt echt zoveel geld.
Het is wel echt super smerig. Een dikke pak. Dit is de 1000 en zo. Dan heb je echt de money. Gewoon briefjes van 100.000. Maar 100.000 is omgerekend iets van 6 euro. Dus het valt eigenlijk reuze mee. Maar voor daar is natuurlijk heel veel geld. En hij had ook een beetje uitgelegd met fooi en zo. Hoe je dat moet geven en alles. Dus I'm fucking ready for it. Het is inmiddels 7:15. En ik ga nou eventjes klaarmaken voor het feestje van Kimmy. En ik weet al wat ik aan doe, gelukkig. Even kijken. Ik doe deze rode broek weer aan. Die ik 2 weken geleden ook bij de cocktailbar aan had. En ik moet nog eventjes kijken met wat erop. Zo, ik ben klaar om te gaan. Ik heb mijn truitje aan van H&M en mijn rode flert van H&M. Hey babe, kom je ook eventjes kijken? Hey lieverd. Ik vind je ook echt heel lief. Ja, je bent mijn grote vriend. Hè? Poep. Zet u bij. Ja. Kijk voor je. Hallo. Hi. Dit is echt een groot achterraam. Ja, zeker. Ja. Stickle wiggle. En hier ook nog een groot raam. Jezus Christus, man. Ja, man. Standing in the cold and the frozen wind, I'm leaving you behind, but it's not the end. No, no, no. Walking on a plane as I hold my breath, it's gonna be weeks till I breathe again. No, no, no. I know that you hate it, and I hate it just as much as you. But if you can brave it, I can brave it, brave it all for you. Call me anytime you can see the lightning. Don't you feel alone? You can always find me. We got zondag vandaag en ik ben net wakker. Ik heb me even gauw klaargemaakt en gedoucht en zo. En nu ga ik lekker met mijn zusjes lunchen. Ik had echt een zieke kater vanochtend. Ik had zo raar gedroomd. Ik had gedroomd dat ik namelijk op mijn telefoon keek en dat het toen ineens 3 uur was of zo. En ik heb hem 2:30 afgesproken. Het is nu 1:50. Dus ik schrok wakker, maar ik dacht dat ik al wakker was, maar ik droomde daar gewoon natuurlijk. En ze zag dat het 3 uur was. Maar toen werd ik echt wakker en toen was het pas 12:00 of zo. Nou, ik heb deze jurk van Zara vandaag aan. En ik doe mijn laarsje weer onder.
En ik neem een grote villa mee. Ik ben mijn oordopjes voor vakantie kwijt. Van mijn telefoon. Ik weet echt niet waar ik die kring heb gelaten. Ja, dat is beter. Oh, kut. Gooi ik hem terug. Schor. Maar, ja, ik weet dus echt niet waar die zijn. Dat is echt heel kut. Waar laat je zoiets? Meestal doe ik het in mijn tas, maar... Dus nou, dat is niet het geval geweest. Dus die moet ik straks even zoeken. Kapot. Het weekend leek echt zo. Ze gaan in een knip. Of zou ik niet in Eindhoven liggen of een nieuwe halen? Kom het zo. Ik zal voor oranje haren. Het gaat even helemaal fout hier. Hé, Mella. Oh ja, ik rij nu naar Eindhoven toe. Verdenken, wat gaat er van? Zo. Yummy. Kijk, die van mij sneu zijn tegenover jullie. Hoi, sorry dat ik vandaag niet meer verder heb gefilmd. Ik ben nog naar de stad geweest met mijn nichten. Eventjes nog wat dingen gehaald. Wat boekjes die ik mee ga nemen. En ik heb een heel leuk klein taalgidsje gevonden. Die we mee kunnen nemen op vakantie. Nu ga ik lekker slapen. Volgende week zal er geen vlog verschijnen tot aan het einde van de maand ongeveer. Omdat het dan in Indonesië zit. Je kunt me wel volgen op Instagram, of course. En op Facebook zal ik ook wat leuke foto's posten. En jullie up-to-date houden. Vond je deze video leuk? Vergeet dan niet je duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie graag na mijn vakantie weer. Doei!